Schat Fonna, en wat gaan we doen vandaag? Blauw. Yes, spannend en kort, hè? Ja. Oké, dan leuk. Dat gaan we jullie straks laten zien. Even mijn voetjes aan het doen. Gaan we maken. Yeah. Wacht even. Ik ben even meteen nageltje aan het doen. Ik ga donderdag op vakantie. Thanks, hè? Dat je me eventjes op je vrije dag komt fixen. Echt zo. Nou, we zijn nu bij de tweede stap. En wat gaan we doen, Chanel? We gaan City Beats van Redken. Mm-hmm. Nou, gaan we even kijken hoe dat wordt. Spannend. Is nieuw. En we hebben weer een leuk projectje. Nou, dit komt wel goed. Kijk wat is hier gebeurd. Ze had haar zelf thuis opgelicht, toch? Met 9% nooit doen bij krullen. Nooit 9% gebruiken. En we gaan er proberen onze kleur te maken. Dus we gaan nu de allerlaagste percentage gebruiken, 1,9. Want ze hoeft nog maar 2 tinten lichter te worden. En lekker verzorgen met Olaplex. En je gaat het nooit meer doen, hè? Never ever again. Ja, dus het is een beetje oranje geworden. En het was ook niet. Gelukkig heeft ze het niet te lang erin laten zitten. Daarom kunnen we nog wel 2 of 1,9 gebruiken. Want met 9% kan je officieel gewoon echt witblond worden. Maar ze heeft het niet langer ingelaten. Gelukkig. Dus we gaan het even fixen. Yes. Zo, ik ga eventjes naar de stad. Naar een van mijn favoriete winkels. Different. Yes. Eventjes de laatste dingetjes doen, want ik ga morgen op vakantie. Dus eventjes nog een paar leuke outfitjes scoren. Nog wat laatste dingetjes kopen. Zo. Dus daar gaan we nu naartoe. Hoe gaat het? Goed met jou. Goed. Giro's hè? Giro's hè? We zijn net thuis. Het is al een beetje laat, dus we dachten, wat gaan we eten? En we hebben bedacht, hamburgers! Yeah. Ja. En ik bestel het ergens hamburgers, Italiaanse bollen, maar zelf maken vind ik ook super lekker. Dus we gaan lekker zelf een hamburger maken. En wat hebben we gehaald? Wat zei ik dan? Maken. Ja, dat gaat ook maar. Italiaanse bol, yummy, met onze hamburger, kaas. Oh, en de saus wil jij, hoe heet het ook alweer? Rucola sla. Oh ja. Dat is onze groente. Ja, dat is wel rucola. Ja, het is een beetje, ja, het is gewoon lekker smaak. Oh, wacht, met olijfolie. Ja, is die nog goed? Nee, precies ook niet voor mij. Nou, hoezo? Ik denk het niet zo erg als jouw koelkast. Mijn is beter. Nee, helemaal niet. Oh, echt niet? Ja, echt niet? Het is niks als over datum, hoor. Nee, zet gewoon datum op. Hoezo? Wat is met mijn koelkast? Ik heb zelfs blikjes gewoon en limonade kan ik altijd drinken. Alles half. Hallo, dat heb jij gedaan, hè? Deze heb jij precies klaar gezet. En dit? Dat is ook voor jou. Had jij toch vorige week gemaakt? Oh ja, dat heb ik echt gedaan. Ja, zie je? Daarom denk ik het op jouw koelkast. Ja, grapjas. Dit is mijn koelkast. Ja. Oké, 18,8. Hoeveel is het? 16, hè? Ja. 17. Oké, een beetje olijfolie in de pan. Koken met sterren. En vandaag is onze ster Chanel. Is vandaag onze ster. Hè? Maar ik moet koken. Ik ook. Doe maar. Ros heeft een speciale manier om hamburgers te bakken. Ja. Dus. Sorry. Ik laat jullie wel zien zometeen. Ja, we gaan niet bakken. Met olijfolie. Die zit nu in de pan. Even warm laten worden. Ik heb helemaal nooit goed met sojasaus. Jawel, is echt lekker. Is echt lekker. Ja, soja. Ja, dat heb ik echt nog nooit gezien. Ja, dat gaan we nu doen. Ketchup, mijn ketchup is dit. Ja, zo ja. Dat is niet hetzelfde, maar oké. Okay. Hiermee maken ketchup. Ja. Oké, okay. We nemen jullie mee. Handjes gewassen. Ja, belangrijk. Voor de hygiëne. Het zit er heel tussen.
Vergeet deze niet, hè? Ik leg hem op het tapje. Ja. Ga je even verder? Hier zo. Ja, kijk dan. Snel. Die, laat me zeggen, je kan ook sneetjes in je hamburger maken, wist je dat? Koken met rolls. Kijk, zo van die sneetjes gaat het sneller, hè? Wist je dat? Ja, dat doe ik ook altijd. Ik ben ook al gewoon wat ouder, hè? Ik woon ook gewoon op mezelf en ik doe het gewoon boodschappen. Ja, maar jij doet alles in de oven? Ja, vaak wel, ja. Dus ja, daarom. Ik ben een... heel slecht aromaat, ik hou ervan. Ja, het is echt zo Hollands. Ik hou ervan. Hollands er kan niet. Ik ben ook Hollands. Mm. Ja. Ik ben Nederlands geboren. Ja. Dus. Gaan we deze erop doen? Ja. Echt heel lekker hoor. Ja? Ja, heel lekker. Kun je gewoon wel wat hij kopen hoor jongens. Maar dat maakt het een beetje zoet, toch? Nee. Nee, het is gewoon, hamburger, maar een beetje, ja, van smaak. Van... Nee. Mm-hmm. Het is wel gelijk wel mooi bruin. Mm-hmm. Het was maar 400 pond. Ja, ik ben zo iemand die er wel 15 zou doen, weet je wel. Proppen, dat is een moe. Echt, hè? En nu? Proost. En nu? Hoeveel minuten moeten we bakken? Even zo, hé. Mijn microfoon blijft. Even kijken hoeveel minuten moeten we bakken. 10 minuten. 7 tussen 90. Ja, oké, is goed. En nu? Gaan we zo meteen water erbij toevoegen. Water, ja. Met ketchup. Je doet ook echt aan. Hè? Ja, met ketchup, ja. Ketchup, echt gewoon ketchup. Ja, ketchup. Rode ketchup. Ja. Oké. En water. Ja. Maar water moet toch eigenlijk alleen erbij als je jus wilt of zo? Ja, maar maak het toch ook jus? Waarom? Gewoon. Maak jus. We gaan jus maken. Ja. Hamburgers met jus. Ja, maar anders gaat hij aanbakken toch? Ja, ik snap wel een beetje wat je doet, maar ja, oké. Okay. Kijk, lekkere kijk eens in de pan. Lekkere bruine burgers. Zijn dat die pan? Huh? Ja, jongens, gewoon een schil. Het is echt moeilijk zo. Oké, gooi ook een beetje water erbij. Zo. Ik denk dat jij een kookprogramma moet beginnen. Koken met kijkers. Ja. Hè? Ja. Ik doe altijd alleen maar minuutjes maken van max 20 minuten, ja. Want we hebben geen tijd. Ik ook hoor. Al mijn eten is in kwartier 20 minuten klaar. Echt, hè? Je kan ook nog, als je echt jus wil, een magie blokje toevoegen. Dat is ook niet heel goed voor je eigenlijk. Maar ja, dat is wel goed. Ja, dus dat. Ja. Snap je? Zo. Hoe bak jij je burgers? Gewoon met bakken en dinges, weet je wel, zo'n fles bakdinges en ik plus erin. Bakdinges? Ja, je hebt bakboter gewoon. Oké, en dan? Zo'n fles toch, voor bakken en braden. Wat voor kruiden dan? Ik kruid eerst altijd mijn vlees. Mm-hmm. En dan zet ik het in de ijskast, want dan gaat die kruiden in je vlees. En daarna gooi je het in de pan en klaar. Maar meestal doe ik alles in de oven. Als ik vis heb, gooi alles in de oven. Doe ik het in folie, doe ik het in de oven. Als ik een biefstukje doe, wel even in de pan. Dat gaat wel hard. Maar ik kruid het altijd eerst. Doe ik het in de ijskast. Want ik had gelezen dat je dan gaan die kruiden dus meer in je vlees. Ja. En daarna doe ik gewoon die bakken en braden. Boter. En ik pleur het erin en klaar. Ja, maar olijfolie is beter toch? Ja, of olijfolie heb ik ook. Ik heb sowieso alleen olijfolie. Maar kijk, gebruik nooit zonder bloemolie. Ik doe het water, of ik maak die jus, maar dan bak die aan, ja, snap je? Ja, jus doe ik nooit. Niet dit zo. Nee. Helemaal dat het gewoon net als vlees, nee. Ja. Maar het ziet er wel goed uit hoor. Ja, het is echt lekker hoor. Yes. We maken even een volgerechtje, een plakkaas. Oh ja, dit eten we al de hele dag. De hele dag.
Met komkommer. Mm, die ken ik nog niet. Ken je dat niet? Ja, weet ik. Dat eet ik op mijn broodje altijd. Ja, ja? Oh, dat is wel eens vloekarm. Hoe is je kaas met komkommer eet? Dat is wel echt super lekker. Alsjeblieft. Kaas, we love cheese. Dank je. Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken. Mijn moeder en ik zijn nu hamburgers aan het maken met Chanel. Onze sterrenchanel, hè, vandaag? Ja. Okay. We hebben de kok, dat ben ik. Oh ja? Waar was je dan? En mama maakt de allerbeste gerechten. Ja. Yeah. Dus blijf kijken naar onze video. Ik ga nu laten zien hoe je hamburgers moet maken. Oké. Hamburgers. Hmm. Mama, mag ik een losse hamburger? Waar is je brood dan? Ik hoef geen brood. Oké, deze voor Chanel. Nou, zo ziet het eruit. Lekker, lekker gezond. Mama, oh ja. Mag ik ook helpen? Ja, wacht, kaas erop. Lekker hoor. Chanel, ga je even doen? Ja. Zo. Hier, alsjeblieft, Chanel. Zo, kijk, dit is de hamburger. Hamburger. Ik ga nog een kaas. Wil je ook saus erop, Chanel? Ja, lekker, heel veel hoor. Nou ja, er zit komkommer, hamburger, tomatenkaas. Wat doe je? Zo, is goed, ja. Nee, deze kan niet, doet geen pijn. Hier. Dus plastic. Dat is gezond. Lekker, hè? Mmm. Heb je jij van een ziekje op dan of zo? Ja, dank je. Je wilt ook saus, toch? Ja, ik wel. Oké. Chanel had voor deze hamburgersaus gekozen. Laat me even weten of het lekker is. Mm. Is het dat laten eten? Ik ja. Het wel. Is net als die chunky burger van Burgermania. Denk je? Nee. Denk ja? Mama, mag ik deze openmaken? Ja, mama, mag ik openmaken. Heb geen... Wat doe je? Vraag je daar ook zonder saus? Nee, die grulsaus toch? Grapjas. Wij gaan lekker op vakantie. Kijk hoe Ros haar burger eet. Even serieus. Dit? Wat is dit? Helpt die. Zit er niks op? Jawel, komkommer. En ik wil rucola slaan. Mag ik dat doen, mama? Ja hoor, poepie. Dat is echt zo hoor. Nee, dat is echt zo lekker. Van burger hoort alles wat je erop kan doen. Zo, green burger. Ja, ik kan net zitten. Kijk, heel groot plant. Dus dit is de Cheerleesburger en doe dit na. Let's go. Nou, let's go. Is het lekker? Ja. Mmm, top. Toppie. Dit. Is een lekkere burger, hè? Dit is de Cheerleesgerecht. Hij is goed, hè? Ja. Mama, geniet ervan, hè? Mm-hmm. Geniet ervan. Dankjewel, poepie. Mama geniet er altijd van. Hij is goed, hè? Ja, dus, man. Doei! Maar ik wil wel. Oké, jij wil afsluiten? Ja. Oké, wat zeg je dan? Dit was Giro's hairvlog. En wat doe je altijd door de woonkamer heen? Laat eens even zien wat je kan. Ga je zo een bladslag en dan ga je het afsluiten zo. Ja. Oké, laat maar zien. Huppa! Goed, hè? Zeg ik goodbye. Love you. Goodbye. En doe duimpjes omhoog voor deze vlog. En hij is morgen al op YouTube. Wat moet ik tegen haar zeggen? Ik van haar hou. Is goed, zal ik doen. Wat is je naam? Op Instagram de naam tb.dory moet zeggen. Oké, maar je kan haar toch zelf ook een Instagram DM sturen? Dan kan je dat toch tegen haar zeggen? Maar ze reageert nooit op mij. Oh, oké. Nou, ik zal het doorgeven. Ja, dankjewel. Oké, fijne avond. Zelfde, doeg. Doei. Oké. Ik heb gevonden. Nee. Ja. Oké, dit was een beetje heel erg eng. We gaan gewoon een nieuw bellen. Nee, dus jawel. Is het nog gewend.
Nee, we gaan niet vertellen. Dus gewoon, gewoon... Als ik het kom, we bellen. Nee, dat is echt niet. Nee, we gaan het bellen. Het is rustig. Dat is gewoon een fan van haar. Oké, okay, maar dit was creepy. Ja, het is gewoon een fan van haar. En kan toen zag ze waarschijnlijk. Ik van haar hou. Oh mijn god. Jongens. Ik ben helemaal in shock. Jij mag ik even wat zeggen? Het is normaal is. Nee, het is gewoon jongere meiden. Ja, het zijn gewoon, die zijn helemaal fan. Ja, ik vlog het gewoon. Die zijn gewoon fan. Maar jongens, die YouTubers, dat zijn ook gewoon mensen. En ze hebben het soms druk, dus daarvoor kan het zijn dat je niet gelijk antwoord krijgt. Maar weet je wel, probeer altijd jezelf te blijven. En je kan natuurlijk een voorbeeld nemen naar iemand die je helemaal leuk vindt. Maar ga niet helemaal erop in of doe niet alles na. Blijf altijd jezelf. Blijf dicht bij jezelf, jongens. Dus net zoals met Kylie of Kim Kardashian. Dat mensen dat willen nadoen. Kom op. Mm-hmm. Ja. Dus ja, je zag net wat er was gebeurd. Heel verliefd in jou. Ja, het kan zijn dat ze gewoon geen tijd heeft, dat je niet heeft gereageerd. Of misschien benader je haar heel vaak, waardoor ze misschien niet meer antwoordt. Ik weet het niet, maar ze waardeert, sorry. Ze waardeert echt haar fans, weet je wel. En ja, ja. En als mensen beroemd zijn en zo, ja, soms dan... Heeft geen tijd. Ja, ze hebben het vaak heel druk. Weet je wel. Maar probeer altijd jezelf te zijn. Zie het als inspiratie. Ga niet te ver dat je er last van krijgt. Ben je klaar? Ja. Ja, ik heb wel zin om nog een hamburger. Ik hoop dus ja, oké. Okay. Was even een momentje, jongens. Blijf jezelf. Hè? Nou, wat heb je net gedaan? Heb je de DM gestuurd? Wat? Heb je een DM... heb je een DM gestuurd? Nee, hoe kom je daar nou bij? Nee! Ja, ik heb even een DM gestuurd. Oh, zo lief ben jij, hè? Ik kan mijn kapper niet lastig vallen. No. Nee, grapje. Ja, ik vond het best wel lief dat ze dan belt, weet je. Ja. Ze zei dat ik haar negeer, maar ik krijg gewoon super veel DM's, dus ik kan niet altijd alles lezen. Nee, dus dat. Dus dat had ik ook net gezegd, hoor. Ja. Zo, ga snel even... Of een half uurtje naar Schiphol, want we gaan op vakantie. Dus ik ga deze vlog nu afsluiten. Volgens mij heb ik al eens een keer gedaan, maar doe ik nog een keer. Thumbs up en tot de volgende vlog.